Hoi, Matthijs hier van GLR Tutorials. Ik probeert op dit moment de AI bij te houden en dat is nogal een klus. Kijk maar even hoe snel AI gaat in Adobe Photoshop. In de race om kunstmatige intelligentie bij te benen moet je flink de passer inhouden. En uiteraard zet Adobe zich volop in voor deze AI-uitdaging. Zoals ik je heb laten zien in de vorige GLR Tutorial. Tijdens die tutorial keken we naar de indrukwekkende mogelijkheden van Adobe Firefly in de browser. En die website firefly.adobe.com wordt er ook vaak de speeltuin van Adobe genoemd. En wanneer een tool volwassen genoeg is, vindt het zijn weg naar de flagship tools zoals Photoshop, Illustrator, InDesign enzovoort. Maar wel eerst in beta. De nieuwe functie staat dus niet gelijk op jouw machine. Ai, en wat nu? Tja, de beta-apps activeren? En dat kan ook met jouw Creative Cloud. Open de Creative Cloud app en zorg de, dat je bent ingelogd. Dan zie je aan de linkerkant de categorie Beta. Klik er eens op en ontdek wat er allemaal is. Vanuit hier kan je bijvoorbeeld Photoshop Beta installeren. Let op: deze versie van Photoshop is niet zo betrouwbaar als de normale versie. Gebruik deze versie om te spelen, te ontdekken, maar niet voor jouw echte schoolopdrachten of ja, opdrachten voor klanten. Gevaarlijke boel niet doen. Nou, dat heb ik gezegd. Na de installatie kan je hem openen en, ja, en dan begint de pret. En laten we dan maar gelijk even een foto gaan openen. Deze foto, ja, daar wil ik eigenlijk wat mee gaan doen in een soort van social media campagne. Dus in verschillende formaten. En uiteraard heb ik een soort van doelgroeponderzoek gedaan. En ik weet dat dit ja, een, een reiziger is die lekker aan de koffie is. Uh, maar qua doelgroep zit hij vaak aan zee. En in deze foto... Ja, het is een prachtige foto met die mok en de koffie en de lekkere cafeïne. Maar ik zie geen zee. Ik wil ruige golven. Het moet een stoere foto worden aan zee. Had ik het al gezegd? Aan zee? Denk het wel. Um, dus laat ik eventjes een selectie gaan maken van um, de hand en de koffie. En dan doen we gewoon met de object selection tool die er al jaren in zit inmiddels. Um, maar daarmee kan je dus een uh, ja, selectie maken van de hand. En ik hou de shift ingedrukt zodat ik de mok er ook bij kan pakken. Klik. En hier de strum koffie. Klik. De thermoscan. En zo maak ik een hartstikke mooie selectie van ook nog een keer de andere hand en het stukje hier. En belangrijk daarbij is dus dat ik voor de rest geen andere informatie heb dan deze achtergrond. Maar wat je misschien opvalt is hier onderin dat er een nieuwe balk bij is gekomen. En ik wil heel graag met gebruik van die nieuwe balk, die Generative Fill Balk, Ja dat is eigenlijk Firefly in een balkje. Um, dan wil ik dus die achtergrond gaan vervangen. Um, die achtergrond zit natuurlijk in een omgekeerde selectie, dus vandaar dat de invert selection hier ook al in zit. Superhandig. Ik heb de omgeving geselecteerd en ook hartstikke mooi hierin is die selectie gemaakt. Um, en dan kies ik hier voor generative fill. Nou, ik zei al in mijn demographics, in mijn onderzoek naar de doelgroep wilde ik graag aan zee zitten, um, aan zee, maar het moet wel uh, ruige zee zijn, dus lekker ruig uh, golven. Um, en wat ik wel mooi vind in deze foto is dat er scherpt diepte in zit. Dus ik wil hier ook een kleine scherpte diepte hebben. En je ziet, ik ga uit de Engelstalige versie van Photoshop Beta. Maar ik kan gewoon lekker in het Nederlands tikken. En dat is natuurlijk ook wel handig. Natuurlijk kan het ook in het Engels. Maar ja, in mijn moedertaal vind ik het toch net ietsje makkelijker om op het juiste woord te komen. Ja, en dan laten we Generate het werk doen. En uiteindelijk gaat hij uit rechtenvrij materiaal wat in Adobe Stock beschikbaar is. Uh, fotomateriaal zoeken in het juiste perspectief. Met de juiste invulling. En kijk eens even wat een mooie ruige zee. Mooie steen aan de voorgrond. En een klein stukje van de horizon. Ja, ik word er eigenlijk al blij van. En als jij zit te kijken en nog niet voor je stoel bent afgevallen. dan denk ik dat je er ook blij van wordt. Maar er is meer. Zoals het er eigenlijk wel een beetje hoort bij een Generate To Fill AI: zijn er meerdere opties. Hè. Je ziet hier één van drie staan. Uh, dus als ik eentje verder klik, dan zien we dat er een andere omgeving ontstaat. Um, wordt er gelijk ook wel een beetje schouder meegepakt. Um, hartstikke leuk. En nog eentje verder. Denk ik eigenlijk wel dat dit is wat ik zoek. Als het al gaat om mijn plaatje. Hier rechts onderin kan ik ook mooi mijn logo gaan plaatsen. Um, dat logo heb ik bijvoorbeeld ook gemaakt. Um, in Adobe Illustrator. En die heb ik in mijn Libraries zitten. Uh, natuurlijk kan je ook kopiëren, plakken. Of eigenlijk liever nog plaatsen in Adobe Photoshop. Um, maar ik wil graag mijn logo hier rechts onderin erbij hebben. Klik en sleep. En ook die staat erbij. En zo kan ik hartstikke mooi mijn compositie gaan, uh, gaan maken uh, voor een van de socials. En dan uh, zeg ik als socials, um, eigenlijk heb je natuurlijk ook te maken met een vierkante afbeelding um, die je misschien op Instagram zou willen hebben. Deze foto is niet vierkant, die is staand. En dat wil ik ook gaan aanpassen. En dat kan natuurlijk ook heel goed met die nieuwe feature. Um, die zit ook verstopt in de crop tool. Dus als we gaan kroppen, waarmee je het natuurlijk kleiner kan maken. Maar ik wil graag een ratio hebben van 1 bij 1. En 1 bij 1 is uiteraard een vierkant. Um, en dan wil ik hem eigenlijk een, een stukje groter hebben. Dus ik ga hem een stuk groter maken naar rechts. En belangrijk daarbij is dat ik dus geen informatie heb in deze foto um, van de hand en de arm die daar aan vast zit. Als ik nu die balkje onderin leeg laat en gewoon klik op generate, dan gaat hij automatisch denken van goh, wat zou daar nou voor informatie aan vast moeten komen te zitten? Ook weer in het juiste perspectief gebruikmakend van rechtenvrij materiaal. Dus dit mogen we gewoon gebruiken in onze social media uitingen uh, voor de Koffie Elf brand. En kijk eens eventjes. Uh, een leuke eerste poging. Laten we even kijken naar een tweede poging. Hier zien we wat meer haar er, uh, ervoor op. Um, en uiteindelijk bij de een derde optie um, denk ik eigenlijk wel dat het in de basis een, een goede foto zou kunnen zijn. Ik ga mijn logo nog wat, wat aanpassen hier naar de linkerbovenhoek. Uh, en ik pak ook uit mijn libraries het stukje tekst erbij. Wat ik hartstikke mooi hier rechts onderin kan gaan plaatsen. Um, en je ziet wel dat ik nu te maken heb met diverse lagen. Uh, want alles wordt netjes gemaskerd en gedaan in deze lagen. Um, en dan kan ik uh, ja, op deze manier hartstikke mooi de Coffee to Go uh, brand gaan vormgeven. Ja, natuurlijk kan ik hem ook nog een stukje groter maken als het zou moeten gaan om een, uh, om een story. Uh, dus ook als ik hier zou gaan uitzoomen. Um, en ik wil gewoon wat meer van die informatie er boven nog, uh, nog bij hebben. Ja, dan kunnen we gaan kijken bij um, de verhouding uh, 9. Er staat tot uh, 16 bij de crop tool. En dat is een, uh, een hoogteformaat. Um, en die maak ik ook hier weer een, een stukje hoger. Misschien een beetje uh, herpositioneren. En ook hier kan ik weer. Door middel van die Generative Expand, hè, die, die hier ook open staat in het, in het balkje hier onderin, kiezen voor Generate. En dan zal die het wolkendek erboven nog net wat meer gaan uitbreiden. En dat vind ik echt super tof, eh, want uiteindelijk hoef ik die foto niet opnieuw te gaan schieten. Ik hoef niet naar een andere locatie. Ik kan in feite op basis van een, ja, een goede foto um, al uh, ja, heel wat gaan doen. Om uiteindelijk uh, ja, die plaat te gaan krijgen die ik zou willen hebben. Dus hier zou weer hartstikke mooi de tekst naar boven kunnen. Um, uiteraard weer in een laagje hoger nog. En het logo hier misschien weer rechts onderin. En natuurlijk kan je door middel van andere woorden weer uit je doelgroep onderzoek. juist weer een andere omgeving gaan creëren. Misschien juist wat meer urban. om het aantje coffee to go mee te nemen. En dat het dus nu zo makkelijk gaat, zorgt er wel voor uh, dat je heel snel aan je klant een nieuw voorstel kan doen. van hoe jouw social media campagne eruit gaat zien. Op basis van verschillende formaten, verschillende verhoudingen en verschillende achtergronden. Ja, heel eenvoudig gedaan met Adobe Firefly. Binnenin Photoshop Beta. Je kapot, man.